Wow, what the fuck. Aan het begin van deze aflevering trilt mijn controller. Ik weet niet waarom hij trilt. Er gebeurde ook werkelijk helemaal niks. Welkom terug bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Dying Light The Following. We staan gewoon voor de standaard characterjas hier. We staan in zijn boerderij. We gaan vandaag verder met een van de nieuwe quests die in onze lijst staat. Dit is de hoofdverhaallijn opdracht, de bijeenkomst. En die zegt simpelweg, ga door met het helpen van de kinderen van de zon. Nou, om te helpen moeten we de secundaire opdrachten afgaan. Speurtocht heb ik net nieuw opgepakt. Dat verhaal van Adam zal ik uitleggen zodra ik aan die desbetreffende missie begin. Maar we gaan allereerst beginnen aan de quest die al open staat sinds de vorige aflevering. En dat is droogte. We moeten terug naar de pompinstallatie waar we eigenlijk in part 2 al aan waren begonnen. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben, het leuk gaan vinden. Welkom terug allemaal. Show die support, laat een like achter. Heel belangrijk, volg me. Ik ga het nu tegenwoordig in elke video zeggen. Volg me op Google+. Het linkje staat echt overal rondom deze video. Want op die manier kan ik een verificatiebutton krijgen. Zo'n veetje achter mijn naam. We hebben 1000 volgers op Google+ nodig, dus laten we daarvoor gaan. Laten we gewoon zo snel mogelijk beginnen. Let's go. True to the path, stranger, for it has only just begun. Zo, dus welkom allemaal jongens. Zojuist een lekker epische introotje gezien. Yeah, I watched it go down. You watched it go down? Nou echt niet. It could be someone from outside the quarantine. Wat loop je nou te liegen, Kyle? Dat is de reden dat waarschijnlijk mijn Oké, dan gaan we dat wel allereerst doen. Dat is het meest recente namelijk. Dat is de reden waarom mijn controller dus trilt aan het begin van deze aflevering. Ik ben blij dat ik het alsnog aan jullie vermelde. Zo van mijn controller trilt. Wat loop je nou te liegen, man? Dat heb ik helemaal niet gezien. Trouwens, we moeten ook even gewoon die vogelverschrikkers omdraaien. Dat is ook altijd leuk. Hier, gaan we weer. Voor dat trofeetje. Boom. Nee. Positie herstellen. Dat ding zit echt altijd vast. Godverdomme, man. Oké, niet alleen met botsen, blijkbaar ook met een soort boost vliegen die zombies ervan af. Dus dat is nice. Dit is een van de allereerste outpost torens in de game. Laten we even kijken op de kaart. Oh, what the fuck, zie je? Ik ga niet eens goed. Ik hoef hier blijkbaar niet eens te zijn. Laten we dan ook maar weer weggaan. Dit is niet de manier om daar te komen. Wow, hij volgt nog steeds, hè? Weer kijken op de kaart. Oh. Nou, laten we lekker weggaan. We kunnen gewoon zo eromheen en dan kunnen we lekker met de weg mee. Laten we dit eventjes doen. Dit is namelijk echt wel nodig. Flesje brandstof.
Wow, 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 die blode volgt ook echt. What the fuck? Maar nou heeft hij hier allemaal van die sprinters heen gebracht. Ja hoor, fijn, fijn, fijn. Ik heb ook echt altijd pech. Komt er weer een bloeder achter me aan gerend. Echt dat je denkt, wat de fuck doe je hier, gast? Kaart. Dat was wel nice op zich. We komen een beetje in de buurt, maar we hebben dus helemaal geen vliegtuig gezien. De Skullcrane was lekker aan het liegen net. We rijden er nu ongeveer rechtop af. What the fuck? Wow. Waarom heb ik ook telkens die moeilijke wegen? Nou goed, ik kom in de buurt, zie ik. Het moet hier ergens zijn. Ik weet, is het, zal het daar zijn? Nou, let's go, we zien het wel. Oké, chill. Fuck off! Bereik de tweeling. Ja, hoe dan ook moeten we dat doen. Hier zijn ze dus neergestort. En hier is voor de rest ook niks meer te vinden. Alleen maar mafketels. Dus we gaan gewoon onze auto pakken. Ik heb in ieder geval één brandstofflesje gevonden. Dus we tanken dat bij. En hier moet ook de tweeling ergens zijn, dus ik ben benieuwd. Dit is trouwens vlakbij... Dit is in ieder geval een veilige zone, nice. Maar dit is vlakbij een tankstation. En ik ben benieuwd of die nou alweer benzine heeft. Dat zou heel fijn zijn. Ja, die heeft gewoon brandstof, mooi. Nou, dit hebben we de vorige part gefixt. Even wat extra EBO-doos zou ook fijn zijn. Mooi. Oké, laten we kijken. Wat is dit allemaal? Oof.
See, Tolga? Told you it was Crane. Oh, het zijn deze faggots, sure? Of niet? He looks weird. He always looks weird. Crane, we did it! We flew! But not with the jetpack. But we found a plane instead. Almost in good condition. Had to make a few adjustments to it. And the gasket broke. All the oil leaked out. The engine seized up. We had to jump out. But Mr. Dahl, our boss... Whoosh! He flew all the way to the west. You have to find him, Crane. Well, you two actually care about someone else. You wound us, Mr. Crane. Also, Mr. Dahl is a billionaire. He'll make us rich. All right. How am I supposed to find him? Simple. Mr. Dahl has a transmitter in his backpack. That's our insurance. You know, in case he tried to screw us over. Can't trust anyone, you know. Take that tracking device. The beeping will be faster the closer you are to the transmitter. And when you get back, we'll tune this tracking device so that you'll be able to find other things. Tolga, tell him. Everything that's chipped, Crane. And these days, a lot of things are chipped, aren't they? Military equipment, for example. But first, Mr. Dahl. Go for it, Crane. You can do it. We believe in you. You have to say things like that to people like him, you know. Oh, oh, oh. Ongelooflijk, deze twee. Hebben ze gewoon weer terug, hoor. Het is toch ongelooflijk. Deze twee Mongolen zaten al in de main game. Dit is dus grappig. Er keren gewoon characters terug. Mocht je de main game nooit hebben gezien, check die serie dan ook. Hoe dan ook op mijn kanaal. Dat is echt een lekker serietje. Maar wat een gasten weer, hè. Wat een mafklappers. Oh, hier kan je dan ook gewoon chillen. Ik heb mijn voertuig teruggeroepen terwijl hij gewoon daar staat. Nou, oké. Je kan hier niet pitten of zo. Dat zou wel fijn zijn geweest. Dat is niet het geval. Kon ik hier even een dutje doen? Misschien hier? Ja, ja. Hier kan je gewoon slapen en dan kan je wachten tot de avond. Hier kan je je omkleden. Dat is ook altijd grappig. Als we nou even wachten tot de avond en dan weer wachten, dan is het ochtend. En dan ga ik er gewoon op uittrekken. Want ik ga er niet in de avond op uittrekken. Ik ben niet gek. Ik ben zeker niet gek. In de avond in deze game is het heel erg gevaarlijk. Niet een klein beetje, nee, een klein beetje heel erg. Wacht eens eventjes. Ik zie hier sowieso een vogelverschrikker. Altijd nice. Maar wat ik ga doen, ik wilde namelijk eigenlijk die andere quest doen, toch? Jullie hebben het me horen vertellen. Ik wilde gewoon redelijk graag die quest doen waar ik terug moest naar de pompinstallatie, die droogte quest. Nou ja, dat was ik ook eigenlijk van plan, maar toen kwam dit tussendoor en dit klonk toch wel erg interessant. Maar aangezien markering me naar ongeveer dezelfde plek brengt, is het misschien handig om straks, als dit niet al te veel werk is, over te switchen naar de andere missie. Yes, and yes, but the crew were no outsiders, just a few unlucky people trying to get out of Haran. Did anyone survive? Are they dangerous? Yeah, two survivors, but no, they're just a pair of suicidal mad scientists. More dangerous to themselves than anyone else. Scientists, you say? The mother would like you to keep an eye on them, just in case. Fuck, fuck, fuck. Nou komen hun weer. Nee, niet dit! Ik snap ook echt niet dat ze maar blijven komen, hoor. Oh, fuck. Oké, hier moet het ergens zijn. Oh fuck! Phew!
groot is dat gebied wel niet? Ah, een redelijk gebiedje. We kunnen ook trouwens met een skill omhoog. Oké, we zaten niet op het goede spoor toen we afsloegen. Zo dus wel. Dan blijf ik dus nog wel even deze kant op gaan. En weg is het spoor. Hier ergens. Jezus. Ja, doe. Eerst even afstand hoor. Laat ik even kijken of ik überhaupt dingen kan doen. Ai. Dus ik denk dat ik het tot nu toe wel goed heb. Zo dan maar. Ik word ook helemaal niet aangevallen, wonder boven wonder. Maar hier ergens... was hij dus in de buurt? Waar de fuck kan een joch zijn? Guys, I found Dahl's transmitter. See, Tolga? Told you he was going to find him. Pay up! Wait, Crane, is Mr. Dahl alright? It's hard to say. He's dead! You lose, Fatin! I don't know if he's dead, guys. I just found his backpack. No sign of the man himself. Any ideas? We're geniuses. Of course we have ideas. We're prepared. Not that we didn't trust the man, but he has another transmitter in one of his shoes. Set the tracking device to your second channel and move on with your investigation. Fijn. Hey, bedankt man. Kan ik weer verder? Binnen hoe groot? Waarom krijg ik trouwens al die berichten? Zal ik in een bepaalde groep zitten ofzo? Haat ik echt van die groepsberichten. Nee, dit neemt af.
Laten we gewoon even teruggaan naar de standaard settlement. Lekker die kutdingen slopen. Wow, zie je? Hij is gewoon echt in de settlement. Wat de fuck doet hij hier? Polar. Oh, you're not Vulcan doll. Was I supposed to be? Where did you get those boots? Hey, he didn't need them anymore. Lay off. Did you kill him? Where is he? Hey, he turned. I killed a monster, not a human. Shit. Where? Shot him straight through the head. No, you idiot. Where is his body? Oh, not far from here. Listen, I can pay you for these boots, if they're so important to you. No problem. Just forget it. En nu dan? Guys, I found Dahl. Patine, Tolga, you there? Where'd you go? God damn it. Help! We're surrounded! Oh, scream louder, Fatine. Maybe they'll figure out where. The train! On the bridge! Ah! Go away! Tell them we have portable photon throwers. A photon thrower? That's just a flashlight, Tolga. Zie je, deze gasten blijven doorgaan. Bastards! Tolga, cover me! With what? A stick? Get away from that door! Hoor ze nou, nou hebben ze weer hulp nodig omdat ze bij de trein zijn. Weet je wat wij gaan doen? We gaan deze aanzetten. Dus we gaan terug naar de pompinstallatie en dan kijken we even wat we precies moeten doen. En dan eindig ik de aflevering daar gewoon. Dus ik hoop dat jullie er nog zin in hebben om eventjes die missie uit te checken. Benieuwd wat we daar kunnen doen. We zijn trouwens ook een chauffeur level omhoog. Misschien kunnen we dat even checken. Skills, chauffeur level omhoog. Wat is vet? Bumper? Ik kan makkelijker de horde zombies heen. Uh-oh. Ja. Woe! Weer de fucking zoutzuur, jongen. Kutzooi. En inderdaad, ik moet ook echt even rotjes en fakkels instellen en zo, want dat gebruikte ik helemaal niet. Gebruikte ik in de oude game wel, perfecte afleidingsmanoeuvre, maar nu vergeet ik het steeds dat erin zit. Zo kan ik grote groepen zombies gewoon wegjagen, afleiden, in plaats van steeds mezelf in moeilijkheden brengen. Oké, dat was dus wel degelijk een ramp waar ik de vorige part toen naar zocht. Sick. Nou, ik sta binnen. Ik weet niet of er ooit nog uitkom, maar goed, ik ben binnen. Oh, wow, dat is nu opeens. Even kijken. Ze hebben water daar. Is dit misschien een manier om nu binnen te komen? Nope. Er zijn nog meer manieren natuurlijk. Dit in ieder geval niet. Hey, sick, collectible.
Het zit daar nu opeens helemaal vol met zombies, what the fuck. Wie weet kunnen we een van deze luiken open doen, besef ik me zojuist. Kan deze open? Nope. Waarschijnlijk is het een groep hoor, jongens, waar ik in zit. Of niet? Ja, zie je? Met 88 mensen. Dat ik echt denk, what the fuck, gasten? Waarom moet ik hier nou weer voor uitgenodigd worden? Flikker lekker op. Nou, deze luiken kunnen dus niet open. Fuck, er zijn allemaal zombies in geflikkerd, lijkt wel. Moet je nou kijken? Dit is de reden waarschijnlijk waardoor het zo... vies is nu, waardoor het defect is misschien. Maar als ik op die manier niet binnenkom, kan ik dan misschien via de garage naar binnen. Dit gaat niet open, dit gaat niet open. Zie je, hier zijn ook allemaal zombies vermoord. Er is hier zojuist iets gebeurd, maar wat? Vraag ik me af. Oh, kijk. Een race trofee, oké. Dus dit is niet de manier hoe ik binnen kan komen, maar ik heb er wel zojuist een trofeetje verzameld. Ook het feit dat er een slot op is gehangen. Wat zal hier gebeurd zijn? Dit is redelijk... mysterieus. Eerst even ademhappen. En go. Er zijn weer bandieten hier binnen. She lying, motherfucker. She looked better, like cured me. Now I know you're lying. Nobody gets their mind back after that kind of shit. Telling you, man, seen it with my own eyes. No way. He killed himself. She died. Kid wound up on the streets. Got it in her head. She was a witch hunter or something. Who? The second kid? Oh, dumbass. What the? What? He's here! Get him! Waarom hier? What is this shit? Whoa. Who the fuck doet die man dat? You motherfucker. Ouch. Oh, fuck. Nee, dat meen je niet. Oh, kut. Oh, jullie weten dat ik hier... What the fuck? Oh my god. What's going on? Don't hurt me. I give up. I give up. Turn off that flashlight. All right. All right, chief. You got it. But I've seen this uniform before. You're what's left of Rise's gang, huh? We're... I don't know. Exactly. They didn't tell me. I just joined. Quit lying, asshole. What are you fuckers doing out here? I don't know. I don't know. You understand, I'm a hair away from killing you, right? Okay, okay. I'll talk. But all I know is, the boss had a plan. Poison the water supply, loot everybody. We brought some corpses, threw them in the water. Jesus, you sick bastards. Who's your boss? Where is he? I don't know. I told you, I just joined. I didn't want to do it, I swear. Yeah, just following orders. Let's find out what Jazeer has to say about that. See if he's in the mood to hear excuses. Come on, Chief. Don't do it. They'll fucking lynch me. I'm not gonna die. Not like that. Oh, dus nou gaan we vechten. Gay. Bekkierswapen. Officieel is het echt... fucking awesome en zo, maar check nou
die stats, dat is gewoon niet goed meer. Dus eerst hebben we een gesprek. Oh, heb je nog schoenen nodig? Dan staan hier nog wat schoenen. Eerst hebben we een gesprek. Lijkt het de goede kant op te gaan. En dan gaat hij alsnog zo gay doen. Het is en blijft een bandiet, hè. Stroomtoevoer moest ik fixen. Dus niet specifiek iets doen met het water. Maar meer gewoon stroom toevoeren. Here, I'm at the pumping station. Send some people here ASAP. And don't let anyone drink this water. What happened? Some bandits threw corpses into the water. Clean out the bodies and the water should clear up again. You got that? Of course. Thank you. We'll take care of it as soon as possible. Fucking chill. Dit is nu gewoon een safe house. Ik zou je bij wijze van spreken kunnen pitten. Ik zie dat ik mijn voertuig kan terugroepen. Tadaa, safe house geworden. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, jongens. Het kijken, het liken. Zie je? Fucking chill. Echt vet. En ik zie je zo snel mogelijk terug bij een nieuwe aflevering van Dying Light The Following. Deze kan nu ook weer open. Show die support, volg op Google+, laat even een like achter bij deze aflevering. En ik zie jullie zo snel mogelijk terug bij een nieuwe aflevering van de game. Tot de volgende, jongens. Later. We'll be right back.